Welke vorige week released is. En die wilde ik ook weer spelen. Langs Vocht. Quality Medium. Fishing off. Bam. Ballage. Oké. Nou, we zullen het zien. Je hebt een complete tutorial. Als je reading notes wilt doen, dan hire recommend dat je doet. Die was complete tutorial. Ja, doe maar. Als we dat ten strengste aanbevelen, dan zullen we dat maar doen, hè? Ik heb ook geen koffie meer gezet. Ik denk dat het al kwart voor 9. Als ik het nu maar op moet drinken, is het 11, 12 uur. En dat wordt een beetje te laat, dus. We gaan maar meteen aan bier. Oh, hallo. Welcome to Dawn of Man. In the game, you control a band of ancient humans striving for survival. This tutorial explains the basics. You can check the in-game help for more advanced directions. Dawn of Man uses FPS-style camera controls. Move the camera with WASD, rotate with QA, and zoom with mouse wheel. Note, you can pivot the camera around a point by rotating and panning at the same time. You can check the more personalized keys. Okay. The people will need a constant supply of food to stay alive. No shit, Sherlock. One of the more predictable sources of food is fish from rivers and lakes. To send people to fish, select the river and click the fish button. Fish. In general, you can assign tasks to your people by selecting objects like trees, rivers, animals, structures, then choosing one of the options in the selection panel. Oh, that's op zich wel makkelijk, je hoeft niet per se iemand heen te selecteren. Next, you should be gathering some basic constructions and crafting material, like sticks and flint. Vers 4, dus uit Game Speed 8. Oh, spatie is pauze. Nu ga ik met een duim aan, terwijl ik niet sta. You now know how to assign tasks to your people. This is a good way for micromanaging them. Dat is niet echt micromanagement, heel erg gezegd, maar oké. Okay. Too much management is tedious and inefficient. Work areas are a way to give a general commands to your settlement that people will perform continuously. That moet wel. You specify a location, a resource limit and a maximum of people perform the action at one given time. There's a fish for over here. Fish. Daar. Invalid location. Location. Hey. Oh, ik snap het al. Oh ja, oh ja. Ik wil eentje vest. By default, only one person at a time will go to any game work area. You can increase this if required. Twee in het vlint en drie in de sticks. Weet je, in de drie heb ik dat.
Well done, your people will now potentially gather resources until the limit is reached. Note that berries can only be gathered in summer. Other resources in the game can only be gathered in a particular season. Now, when you have some more resources, let's craft some handy tools with them. The main crafting structure in the Stone Age is the crafter. To build one, select the build option in the main menu, then the production option, then the craft. Zo, zijn er al wat menus. En speed. Knowledge sticks keer 10, knowledge plus 1. First crafting. The craft tool select crafter, then select a tool recipe. The crafting task will be added to the queue, and one of the people will perform it as soon as they can. Let's craft some wooden spears. Dus beelden en krachten heeft voorrang op de kerven. Lijkt wel. Nou, we hebben alle tools voor hunting. Hunting was a tricky business in its own age. Killing a large animal with sticks and stone was no easy feat. Use primal vision to find easy prey, highlighted in green, avoid large animals and carnivores until you have the right tools and manpower. The hunting animal, select it and then click on the hunting button. Hier is wat groen. Er moet wel een berry over. Oh, hier is wat groen. Een wild horse. Maar dat zal ook niet makkelijk worden. Maar dat viel daar wel mee. Once the animal has been hunted, your people will butcher it and bring resources to camp. When hunting. In this manner, your people will decide how many of them send based on the difficulty of prey. That's a problem. Sometimes you might want more control over your people's action. And you can do this by selecting few people and right-clicking on the terrain or target. This way you can move people around or assign one or more individuals to a particular task. This is especially useful for hunting at the beginning of the game, where resources and manpower are limited. Kom daar zo dodelijk snel gedaan op. Zijn die people het zien? Want die is... Nou, hier hebben we twee, dan zou ik naar een bok lopen. Well done. One of the resources you obtain from animals are raw skins. They are used to craft clothing and build structures among other things. However, raw skins cannot be used directly. You need to dry them first. In order to do this, you need to build skins dryers. Okay. Hoi, onder een beeld heb ik altijd Chief Steve staan. Waarschijnlijk had jij het kanaal open toen ik de game toen ik online kwam pas. Denk ik. Oké. Okay. Ik denk als je refresh dat het wel die juist is. Ik was ook een refresh met je kijkt. Ik heb Dawn of
monster. Wel geen beeldje? Hoe bedoel je? Oh ja, nee, er zit geen plaatje bij. Dat is iets wat, wat Twitch maakt. Daar heb ik geen invloed op. Waarschijnlijk op de game nog te nieuw is. Always keep a stock of dry skins as they are fundamental buildings and crafting materials in the early eras. In the game, you gain knowledge points when doing certain things, hunting new animals, gathering new resources, reaching certain population levels, etc. You can use them to research new depths, which unlock new structures, plants, or mechanics. Okay. Waar doe ik dat? The food drying deck unlocks the food dryer, which allows you to process raw meat and raw fish into cured meat and dry fish. This will last a lot longer and can be stored for the winter in a safe place. Okay, dat kan ik doen. Ook een tekstpanel button op press FC. Oh, hier is dat. Food drying. Bam. Kost gewoon 5 punten. Oké, deze food drying. Is dat hier dan meteen bij dat visgebied doen? Doe je een beetje kennis trouwens. En de sollicitant. Oh, ik ben best goed ding trouwens. Oh, de sollicitant. Zal ik hier in de buurt van die krachten doen? Oh, speed up! Oh, is het nou nog vol? Oh jee. Best wel wat eten op schermen op dat droogrek. Tot nu toe voelde een beetje Age of Empires achter jou. So you want to always dry your food and keep it in a storage structure to preserve it as long as possible. Yeah. Ik heb daar heel veel over te zeggen. Manually producing every item is tedious and inefficient. You can right click on a recipe to toggle continuous production. People will then keep okay. Ze staan allebei nou op. Oh. Continuous production of high fish, spears and harpoons. Continuous production of tools until the resource limit is reached. Note that some recipes are set to continuous production by default. Hadden gezien. Try. If everyone is well fed and taken care of, your settlement will reach a high level of welfare and prestige, and more people will want to join. For new people to join the village, you have to build enough residence buildings to accommodate the new population, otherwise they will not come. Dat lijkt me ook wel makkelijk. Als je nergens kunt slapen, dan... Klop. Oh, ik weet dat wel eens. Dat is nooit genoeg goed salade, man. En just op die lolly.
Extra kleins in de buurt. Kijk even, misschien krijg ik een hunter. Ik moet dat niet open. Hij kan je ook doen. Misschien hebben ze hier. Kijk, we hebben nu 7 mensen in de kolonie. Your humans will now join your settlements. Note that your settlement can also grow when your people reproduce. This plays a more important role when you reach large populations, as you can have a large number of birds. Ja, dat was dan. Dan krijg je andere issues. You now know the basics of how to run a settlement. Note, there's quite a few other mechanics in the game that are not explained here. You can get more info from the loading screen, hints, UI, tooltips, and blah 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 blah. Yeah. Okay. Nou, daar gaan we. New game. Challenges? Okay, we're back to play. Nou, dan gaan we die doen. Settlement name, Eigenborg, location, Riverfall, Game Mode, Normal. Game can be paused. Ach, cool. Game cannot be paused. Only one save game. Holy crap. Haha. Dat is wel. Dat is echt hardcore. Avoid targeting heavy outdoor animals when hunting in early game, as they are hard to kill and might fight back. Ja, dus niet van plan om met hoeden speren meteen een mammoet aan te pakken. Nou, we hebben een rivier, dus laten we meteen beginnen met een fish work area. Bam. Oh. We gaan ook beginnen met een stick area. Kijk, daar zitten we wat sticks. We gaan ook beginnen met flint. Waar gaan we dat leggen? Daar ligt flint. Niet meer van. Makkelijk. Wat gaat er nu aan? Ja, als het wat in de buurt zit. Dan gaan we een paar strijken doen van de kaart. Zo. Production. Hard hebben. De krachten zo meteen maken. Oh, die hebben we ook al eentje. Ha! Dat is mooi. Zo, meteen 3 van die. Sticks hadden we 3 volgens mij. Flint hadden we 2. Nog een flint. Dat was 3 en 2. Dat was 3 en 2, maar ik weet even niet welke. Even kunnen wij meteen. Nee, we kunnen geen oogrek natuurlijk bouwen. En dan is kinddraaier. Nou, laten we dat hier vlak bij de krachten doen. We hebben 7 mensen, net zoals een tutorial. Een hoedpaal hebben, hebben we een rockpaal? Eigenlijk? Nee, niet hè. Rockpile. Zullen we vast wel ergens hebben, maar zien we gewoon nog niet. Een storage tent hebben we nog niet. En dat wil ik ook nog even niet bouwen, dus. Laten we zo maar eventjes gaan.
Hebben we nu die dingen voor wat? We hebben 6 beren. 5 messen. Oké. Okay. Hebben we iets kleins kunnen kopen? In de buurt. Hier wat rammen op dat water. Ik weet niet of dat een goed idee is. Ik denk weer hier wat is. Dat is wel weer heel veel lopen op het moment, hè? Huh. Ik wil beter hier gaan doen. De hond door de vieren. Oh, jullie kunnen zwemmen. Oh, een feestjager. Oh, nee, tijd. Oh, nee. Jawel. Ah, zwemmen. Ik ga er gewoon meteen 6 points voor. Nog meer dingen die laten weten voor wat is. Nou, we hebben een paar droogrekken. Dus we gaan in ieder geval die skins vastdrogen. Hopelijk dat ik nog een skill heb gekregen. Die zijn natuurlijk nou helemaal uit mij. Nou, valt mee. Sorry. Ah, dan hebben we weer modderspunten. En dan kunnen we mooi voetdraaiing als eerste doen. Dat lijkt me geen overbodige luxe. Oh, dan krijgen we de punten van de flintpas. Work air exhausted. Meteen flint. Oh, we doen een nieuwe flint area zoeken. Oh, hier zijn er 2. Klopt. Ik moet met 2 mensen gaan werken, Max. Dan wordt het ondertussen tijd dat we een paar nieuwe hutten bij gaan zetten. Als er een hunting en gathering knowledge plus 2 op af, is het alweer op 5. Nou, eens even kijken wat hebben we nog meer. Bone tools. Slingmaking. Doctor domestication. Tanning. Spiritual. Ik denk dat ik eerst ga beginnen met tanning. Eerlijk gezegd. Dan krijg ik 3 processen. Dat is... pas als we meer punten bij hebben zitten te doen. Gewoon weer langs de kampvuur schijnbaar.
aangezien we maar één height hebben hangen, wordt tijd dat we wat meer aan hun. Een lok heen. Composite tools. Dus ik kan de tuinring niet afbouwen. Fire home 15, alles plus 1. Als kind 15. Kijk, dat vind ik dan niet heel erg. Dus ik moest eigenlijk eerst de bone tools pakken voordat we. Natuurlijk nou op automatisch samen zetten. Waarom zou ik deze willen produceren? Dat outfit ten opzichte van die. Dus geeft me meer warmte. Het is 15 graden. Dat is een tweede. Nee. Komt wel goed, maar. Ook had ik nog wel een bok komen van zich. Trade value 1. Durf wat teruggeven. Als value 5. Oh, trade value 7. Ik wist het ook niet. Flint is 2. Oké. Hoe is dit? Wat is het met jou dan? Oh, je hebt gewoon dorst natuurlijk. Ja, oké. First structure. Knowledge plus 1. De tannery, klaar. Zo moet ik hebben. Dat is vaak een probleem. Oh, een ketje. Oké, interessant. Een punt hebben, dan kan ik andere tools researchen. We moeten wel een eind eraf gaan jagen. Ja, daar zijn we. Cloning. Cloning. Official people protection from cold increases warfare and reduces damage sustained in combat. Skins and wood outfits protect people up to freezing. It is critical to have one of these per inhabitant. And it's one they will perform their leather or linen.
Oh, we hebben genoeg. Bone tools unlocked. Let's put it in the craft. Kan daar een houtsfeer nodig? Nee. Schrijf uit dat die dan uit kan zijn. Wel aanstaan voordat productie vol is. Dus de vrouw voor de luxe. Ik heb dat weer. Dus één gaat. Ik heb 7 skins in ieder geval. Dan komen er wel meer mensen. Oké, condition 200 van de 300. Met 3 mensen per hutje. Ik heb altijd 7, dus ik heb gewoon altijd iets te weinig gehad. Ja. Maar nu noemen we een joint settlement, keer 3. Some of you don't have one coding. Nee, ja. Yeah. God, shit, no shit, Sherlock. Join men in the winter. Oh! Oh, dat ging beter dan verwacht. Alle 10 nog overleefd. Oh, storm. Oh, tuurlijk. Weer meteen erachter de storm. Waarom niet? Kom zitten, dus die moest ook hebben. We hebben eens flintspeer. Flint axe. Flint pick. Huh. 2-2. Speer is 2-2. Die speer is ook 2-2. We zijn nog heet. Hier heb ik nog iets. Oh, daar heb ik wel wat nieuws voor. Hier ga ik uitzetten. De pik. De pik zal ik sowieso nodig hebben. De speer denk ik niet zo. Ja, kan makkelijk zijn. We hebben nog 5 flint. We hebben 7 stokken. Maar waar we. Houtproductie niet wil uitstaan. Oh, we moeten een duim natuurlijk, want we hebben niks anders aan. Dat ding. Misschien, dus het moet gewoon blijven staan. Daar komt het niet onderuit. Voorlopig. Dat alles een donker oranje maakt. Maar we hebben ook nog meer licht te leggen. Oké. Het scheelt natuurlijk ook wel dat we net een beer afgemaakt hebben. Oh, ook nog een beer, zie ik. Weet ik. Zijn bezig.
dan kunnen ze natuurlijk niet halen. De X aan, en daarna komt er een ding aan. Oké, okay. Dat is goed. Weet ook nog, ik zei, waar zijn we bezig? Rustig. Wel fijn dat hij het steeds om en om doet. In principe doet het zonder onzin. Misschien was het ook. Een hele berenkolonie hier. Hey Mark, goeie avond. Heb je een mail gekregen van Koffiesteen? Koffiesteen. Oh, het is wel zo niet aan het staan. Ja. Het is wel heel goed gemaakt. Zelf kunt aangeven wat je wil zien. Ik weet in ieder geval wat ik zaterdagavond ga streamen. Wanneer begint het? Begint dat morgen al? Nee, morgen al, hè? Even checken. Even dubbel checken. If you're getting this email, you will get a key for the Alpha Test Weekend, 5 GMT on Friday the 8th. Ja, mooi. Nee, morgen. Vrijdag 8 maart om 5 uur 's avonds GMT, dus dat is 6 uur onze tijd. Oh ja, maar die zullen waarschijnlijk al een Early Access Key of een Alpha Key hebben. Plus, nou ja, in de mail staat in ieder geval dat wij morgen pas mogen. Hun zullen wel weer een eerdere key hebben gekregen als grote streamers. Wat niet heel vreemd is. Ko zal ook wel een stream hebben, denk ik. Of een key hebben. God weet hoe lang dat die de key al hebben. Hey Roodje, goedenavond. Die beren zijn ontzettend dichtbij. Dan wel. Ja, of het kijken niet, hè. Dat kijk je niet. Ik weet ook niet of dat die co-op is, trouwens. Ik ga er wel vanuit. Ik hoop het. Dat zou het wel heel erg grappig maken. We have no flint. En dat dan? Dat moet ook ergens staan. Maar hij is ook bezig. Stone. Mega lit. Hm.
Mover Force has escaped. Ja, oké, okay, dat kan dus wel. Je kunt een kooi verliezen. By the way, Roy, als je een keer tijd hebt, kun je die playerstats hetzelfde zetten als dino's. Want misschien doen een bos tegen de minions die spawnen als ze down zijn, one-shotten ze. Oh, ja, dat kan zeker. Dat is allemaal mogelijk, maar ik dat weet je. Goedenavond. Voor een lek glider. LE glider. Mijn eerste vriend heb ik ook gehad, alleen ik was even aan het wachten op een tools klaar waren. We hebben dan nu, dat zien we natuurlijk net niet, we hebben 2 access. En we hebben 1 pick momenteel. Oh, 2 access, dan kunnen we in ieder geval af en toe zijn een lock weghalen. We gaan op een work area opzetten. De stone, de down trees. Zo, nog 1 persoon. Vader has arrived. Wat heb jij bij je? Zullen we meten? Wel snel wat pakken, maar. Dan gaat ik maar vast wat steen gaan verzamelen. Dat lijkt ook niet heel slecht. Correct damage. Dus booms was of zo. Van bepaalde bomen. Oké. Okay. Wat jullie doen? In stone. Hier gaan we dan een paar bij elkaar leggen. Hier gaat net een rammetje zitten. Dat wil ik meteen ruimte. Ik heb meer resource points nodig. Kijk, we hebben 11 kleren, dus dan kunnen we in ieder geval. Oh nee, we kunnen 12 mensen. Laten we maar pas weer eentje bijhouden. Oh, er komt de beer aan. Iedereen! Pak de beer! Au! Zo. Als die in ons kamp komt kijken, dan doen we nu wel even afslag. Dus valt hij dadelijk aan terwijl ik het niet in de gaten heb. Waarom zit er niet nog zo eentje in? Waarom ben je een happy? Moraal. Moet ik dat mop krijgen met de spiritual of zo? Die heb ik nog geen gebouwd. Volgens mij. Structure and Memory of the Dead. Dat is misschien wel een goeie. We hebben 1 Vishman voor. Dus ik moet heel veel vis brengen. Of is...
fire berries. Ah, we hebben eindelijk berries. Dan hebben we 19 meat. 4 core, 15 cubes. Oké. Okay. Log. En schildpaal. Oké. Okay. We hebben weer 6 knowledge. Dan denk ik dat ik... Moet ik het allemaal hebben? Dat kan natuurlijk wel. Ja, je hebt sowieso warmte en kou. Oh, archery. Investigation door. Nou, we gaan maar eerst gewoon met slingmaking. Moeten we daar iets voor produceren? Nee, dat zal gewoon bij de kaffer zijn. Plaats voor 2. Slingmaking. Hunting 2. Zoals die speer volgens mij. Ja, alleen is het fighting tussen. Had van week even bij Burke gekeken. Met betrekking tot. Deze game. Ja, die is op 1 maart, dus die released. Oh, dat is nou trouwens heel heet. Volgens mij. 27 graden, dus dan willen ze die andere kleren. Die heb ik met 2. Lala. Oh, dat repareren ze zelf. Natuurlijk wel de resources hebben, maar dat is wel makkelijk. Dat ze zelf hun eigen kit onderhouden. Goed bezig, mensen. Moet ik natuurlijk niet heel veel help meer. Een old mail. Nou, mooi. Oeh, een beer gaat ook achteraan. Die zomaar met rust laten. Nu wordt een bol. Nou, in principe 5 hutjes, dus dat is 15 personen. Oké. Okay. We hoeven de haakblok even nog geen klaar te doen totdat we mensen bij hebben. Het zij doordat ze zelf aan het fokken zijn, of het zij dat mensen me joinen. Maar kunnen we nog niet. Hoeveel storage kan ik er eigenlijk van iedereen opslaan? Oh, dat is het. Oh, kijk. Huh. Dan zit gewoon durability op. Oh, we hebben er 2 mensen bij. Ik dat 4 tenten dadelijk vol zijn. Nou, dan denk ik dat ik daar ook een kracht erbij moet maken. Nou is er net uit.
out. Leo. Okay. Zestien voedsel en één besje, zo te zien. Oh nee, nootjes hebben. Ik zou natuurlijk één zo'n ding moeten maken. Ik ga natuurlijk ook weer een punt volgen. New human was born. 13 mensen. We zijn nou al aan het pakken. Require 5 HP 10 knowledge plus 8. Een task zien, Piel. Ik vind dat die genoeg heeft gewerkt. Al gaan we niet meer dat leer. Die staat wel aan. Hoe is niemand dat dat doen? Doe jullie zwet zo niks. Stap idee. Survive 20. Knowledge plus 1. Survival knowledge plus 2. 10 keer 10 knowledge plus 1. Bam, dan meteen 8 punten. Ik doe mijn spirits wel om te beginnen. Dus dit houdt gewoon in dat ik dit allemaal moet hebben voordat ik hier kom. Het doet gewoon een beetje. Hier mooi naast de deur zetten. Goldfish keer 10. Molletje plus 1. Ja, low on foods. Ja, dat hadden we. Dacht al. Dat ging gebeuren. We zien ze helemaal niet wat de fuck heb gedaan. Tweede fish area bij, maar als dat gaat. Gaat dat niet. Dit zal bijna leeg zijn, dat zie je. Dus ze wel heel erg gaan breken. Dat ze ruikt. Stroom, maar wel 6 dry fish. Dat was eigenlijk fuck. Ja, dus ik heb pakken.
storm. In ieder geval hebben we wat dry fish. In ieder geval wat reserve. Oh, wacht even. Move. Eagle vision kan ik ze zien. Ah. Move. Dan hier. Gaan we twee opzetten. Dus op 20 zetten, dan gaan we 14 mensen. Ik denk dat dat geen verkeerd idee is. Waar hadden we de bestje staan? Was dat deze? Nee, dat is daar nog een. Stone. Bomen. Deze. Wel, fans. Twee. Nou, we gaan dit maar gewoon slachten. Volgens een escape, oké. Speed. Oh, we hebben 15 punten. Talk so slowly, come to the settlement and we'll help you protect it. Here on the species, you will be able to capture wild animals or push them for potatoes. Capture wild animals, you need to select a young animal and the right type and then click on the capture. Make sure you have enough capacity in your stables. Yuki. Ah, you're in my bone. How is it? Tweede storage voor zich even bouwen. Ik weet niet hoe groot het in zo'n storage kan. Ik zou dit ook hebben, lijkt me ook een onkodige luxe trouwens. Eens te veel is te weinig, kost toch niks. Als er niks op zit. Waarom zit hier geen leer op? We hebben net ook behoorlijk wat gehunt. We hebben geen leer voor gekregen. Is dat allemaal al op? We hebben nu 15 winter kraaien en 10 zomer kraaien. Veel krachters bij ons. Wat is dit? Dat is ook vriend. Nu kunnen we het handkeren. Toch optie meer. Oh, die gaan ze nog tegen me wat. Ja, oké. Gaan we nog eens. Hallo, hondje.
wel al oud, dus zal niet heel lang leven. Maar wel nooit. 8 punten. Zo, potgrind kost 15, hoe ik heb. Grainprocessing. Ik denk dat ik daar dadelijk het beste mee kan gaan werken. Dus ik mocht het proces een flower en bread. Ja, ik wil in ieder geval dadelijk even gaan maken. Oh, ik denk dat die eerst moet doen. 7 knowledge hebben, dat heb ik. Hoe kom ik in dat volgende era? Niet anders. It's the era stack. So twice as many knowledge points. Okay, dus ik moet gewoon sparen en dan zie ik dadelijk mezelf. Oh, de settlement zit al meteen vol. Dit video. Moet ik die even plaatsen? Ja, dat dacht ik al. Dat ging gebeuren. Cookies. Zo, is dit het tag? Oh ja. Price 15. Oh. Wat heb jij? Wat ik ook veel? Nee, dat is ook niets. Niet heel veel aan, eerlijk gezegd. Dat is voor de zoom. Wat heeft die geen? Heeft die? Nu komt aan die. Oh, dat is gewoon hier. Hij is in. Oké. Dus ik moet gewoon goed in de gaten houden wat ik allemaal rondloop. Dat ik op tijd kan gaan jagen.
pak even de kussens bijzetten voordat ik genoeg warme kleren voor iedereen heb, want ik denk dat dat het grootste probleem momenteel is. Hele dorp jagen. Ik zal wel het een van ontsnappen, maar... Alleen 17 warme kleren. 16 koude. Ik krijg wel heel veel rondjes ondertussen. Oh, 16 punten te kunnen naar de nieuwe era. Revival water and well digging. Jezus. Sorry, zo slag nog stone copper in. Dan heb je een difficult carrier out. En die alles komt voor sport, die zegt hij zo ziet, waar een farm en de pedal die te worden als schatjes en kaatsen solve this problem. Die was op 7. Die zal een tak nog nodig hebben voordat we dingen kunnen doen. Dat is goed. Oh ja, de boekzaadje wel. Dat is mooi. Maar ik kan een hondje steden. Slechts. Die kost 150. Dat is meteen wel heel erg veel.
staat er even kijken, ik heb wat niet. Daar pak ik echt alleen de unlock en nu niet. Stom. Mooi. Stone polishing. Nou, eens kijken, wat hebben wij gekregen? Niks. Oké. Flint sickle. Flint knife. Die hebben we nodig. Oh, beachroom en fighting. Nee. Oh, dat is harvesten. Dus nou heb ik die niet meer nodig. Als ik het goed gezien heb. Oké, okay, die kunnen we niet doen. Oh, dat kunnen we niet capturen. Nu is het eerst flint. Stom. Oh, hier is het flint. Dan work area. Oh, extract water. Nu mijn kleren volledig goed bijhouden. Flint loopt ook omhoog. Moet die stok om tussen op zijn arm. Nee. Oh nee. Meer dan goed. Verzamelen heb ik nog niet nodig, dus onze van mensen opzet. Dus we moeten zelf nog een week op moment. Dus we wachten al meer punten daar. Ga even een plaatje. Hier is het nog een bos. Oh. Dan is het weg. Dus. Wat zijn jullie in? Huh.
Dat ging fout dus. Ze hebben twee personen kwijtgeraakt. Oh, en misschien is doorgegaan die auto's geworden. Ah, we hebben de beer gepakt. Hey, wat moet die sluitjes ineens vanaf? Ik denk dat die beer kellen voordat die heel groot is. Niet of ze die kunnen boetsen. Geen proces. Hoe sterk. Serial domestication hebben voordat dat iets mag planten. Dus daar hebben we ook nog even wat aan dan. En in ieder geval wat eten opvolgen voordat we erin gaan. Volop eten ten eerste. Nee, kinderen mogen allemaal in de winter volgen. Ik zou verwachten dat ze in de winter eerst kunnen maken. En zien ze heel erg schijnbaar in hun hut rondhangen. Ik denk dat het moeilijkste is dat de skill points halen. Eerlijk gezegd.
Oh, they thought you got the scholarship, okay. 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 Er was een requirement voor die. Oké. Ik denk dat ik eerst die selectie ga doen. Voilà. Ik doe 8 erin. Voordat we verder gaan met 1. Deze zal ondertussen ook wel op zijn. Niet zo goed als. Nou, ik vind het goed zo mee. Die heeft. Het was steeds 150. Wel, heel veel in stok over wat dan, maar... Hey Eltje, goedenavond. Altijd zo geschakeld, ik denk dat dat geen slecht idee is. Dat is niet goed, ja. Nou, dat is een dag zoals niet te doen is team down, dat zou ik toch niet uit mogen maken. Ik ben ook een Steam game aan het spelen, maar is geen probleem. Ja, maar ik bedoel, meer, dat is geen probleem. Ja, als je toch een connectie hebt, is toch geen probleem.
En als je eenmaal connectie hebt, is toch geen probleem meer. Ark gebruikt de Steam servers, maar Dark Souls 3 is toch een singleplayer game. Hetzelfde als dit. Ja, oké. Okay. Ligt hem net aan wat je instelt natuurlijk, of je die invasions toelaat. Dus daarom dat hij misschien connect. Ja, oké. Okay. Fair enough. Oh, de settlement zit weer bijna vol. Nou, weer grote beren. Ja, ik denk die behoorlijk wat dingen aan upgraden en aanpassen zijn, Steam. Aangezien ze enigszins moeten natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben nogal een voorsprong op Epic Games, maar... Epic kan heel snel de zaak omgooien. Ik kan die vers niet aan de andere kant zetten. Ik weet het wel nog niet. Dertien mensen zijn niks aan doen. Ja, ik heb niet echt wat nodig op hand. Moet ik zeggen. Oh, dat vindt hier hebben ze al op. Waar is het dan gaan? Oh, hier zit een woordspotprint. Daar zit een woordspotprint. En schriftprint er nu? Nee, dat is een op. We hebben twee mensen. Ja, kijk, er zijn zelfs drie mensen. Ja. Wil je die hier ook wel op dan? Nee, kan niet. Ga wel. Wauw. Is gewoon op. En dan was het nou, ja. Ja, meestal duurt dat niet heel lang met Steam. Ja. Dat wil wel eens helpen, Alt. Dat wil wel eens helpen. Hier wordt misschien een work. Ik vraag me welk area gehad. Oh, heb ik. De punt. Dus dat moet daar neerzetten. Een man of vier erop. Ik zou wel dat ik hier een foto kan maken.
maar de scoops vanzelf hebt, als daar wat in die sikkel loopt. Oh. Oh ja, ik doe wel mee, Alt. Wacht. Deze bear attack oplossen. Pas je zal denk ik wel op Discord al zitten, ga ik even vanuit. Zo, save. What? Yes. Dan gaan we zeker nog even verder mee binnenkort. Ga ik zo niet even wat meer, want dat is van alles te doen. Zo, ja, ik ga in ieder geval vast even op Discord. Hallo.